jury van de Bankgiro Loterij Museumprijs nomineerde dit jaar 5 musea in de categorie Nederlandse geschiedenis. Het ging hierbij om musea met een vaste presentatie of meerjarige activiteiten, of musea met programma's van minimaal 2 jaar. De eigen collectie van het museum moest uitgangspunt zijn. Het publiek bepaalde welk museum er het beste in slaagt een periode uit de Nederlandse geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek van kinderen en volwassenen. Het museum gaat over mensen. En de mensen die vertellen het verhaal en wij luisteren naar dat verhaal. En zij merken dat we dat verhaal serieus nemen. En die wisselwerking tussen de kleine persoonlijke geschiedenis en de grotere geschiedenis, daar draait het hier om. En de bezoekers die voelen dat hun verhaal ertoe doet. En dat vind ik eigenlijk het magnifieke aan het Openluchtmuseum. Dit is misschien wel mijn favoriete plek in het Nederlands Openluchtmuseum. Net achter het entreepaviljoen van Francine Hoeben. Prachtige combinatie van vroeger en toekomst. En je kunt uitkijken over Nederland. Ik noem dit zelf eigenlijk Balkon Nederland. De 4 Tilburgse wevershuisjes aan de rechterkant. En aan de linkerkant passeren wij het Boerencafé uit Budel. En de volgende halte is de halte Freya met de stoomzuiverfabriek uit Friesland. Afgelopen jaren zijn er heel veel presentaties bijgekomen. Ik denk aan de Van Gent en Loods, aan het spaarstation Dingenliefde. Maar wat mij zelf zeer aanspreekt, dat heeft ook weer met emoties te doen en met een nieuw facet van de Nederlandse geschiedenis, dat is de Molukse barak. Goeiedag, kameraden. Jullie zijn hier gekomen.
Ja, dat was even zoeken. Jongen, dat is nou ook wat. Kameraden, denk nou niet dat er ook maar iemand van onze vakbond hier komt spreken voor ons, hoor. Deze zelfbinder, dat ding dat komt in de plaats van 12 arbeiders. Die worden werkloos. Dat ding dat maakt niet alleen het koren, maar onze hele toekomst kapot. We hebben heel veel medewerkers die met de bezoekers in gesprek gaan. We vertellen zelf een verhaal, dat is een soort aanleiding, een soort instappunt. En dan komt het verhaal, de reactie van de bezoeker. Er wordt naar geluisterd en het wordt opgeslagen, er wordt iets mee gedaan. En ik denk dat in dit museum de bezoeker voelt dat zijn verhaal ertoe doet, dat dat een onderdeel is van de bouwsteen van het Openluchtmuseum, van het verhaal Nederland. Dus het zit er nog behoorlijk diep in. En als je een streek hebt waar ze bijna een halve eeuw aan stakingen en arbeidsconflicten hebben gehad, dan gaat het niet zomaar uit. Nee, er was verder ook niets, hè? Alleen maar die landarbeid. Dat vind ik een hele goede opmerking van u. Ik wil heel graag dat het museum die bezoeker centraal blijft stellen. Zijn verhalen en de interactie tussen zijn verhalen. Maar ik zou heel graag de bezoekers, de Nederlandse bezoekers, meenemen naar onverwachte momenten in de Nederlandse geschiedenis. Die misschien ook niet altijd even rooskleurig zijn, maar die wel een centraal onderdeel van ons zijn uitmaken.